Vandaag was een heugelijk moment voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Er vond een opening plaats van de operatiekamer, maar zo ook werd het startsein gegeven van de rehabilitatie West Wing. Enkele sprekers, waaronder de algemeen directeur mevrouw Claudia Marika Redan, aangaf dat er heel hard wordt gewerkt om zaken op orde te stellen. Ondanks de moeilijke situatie wordt er getracht de medewerkers te motiveren, maar zo ook het werk onder welke omstandigheden dan ook goed te kunnen doen. Vandaag is een bijzondere en heugelijke dag voor ons AZP'ers. Maar in het bijzonder voor het team van de operatiekamer onder leiding van César Fungafouk. We hebben reikhalzend uitgekeken naar dit moment. En eindelijk, na een lange voorbereidingstraject met de nodige uitdagingen, kunnen wij onze nieuwe operatiekamercomplex formeel in gebruik nemen. En tevens het startsein geven voor rehabilitatie van de West Wing. Velen zullen onze emoties niet begrijpen. En velen geloofden niet dat deze dag zou komen. Toch, dokter John Sifat. Dokter Sifat is onze guru van onze OK. En hij heeft er alles aan gedaan om dit project uiteindelijk ook opgeleverd te krijgen. Enerzijds verwacht de patiënt een optimale zorgomgeving. Terwijl de realiteit ons leert dat er sprake is van een suboptimale werkomgeving. Desondanks zijn wij verheugd om een grote stap vooruit te doen. Elke stap vooruit wil zeggen een stap naar een betere zorgomgeving voor ons personeel, maar in het bijzonder voor onze patiënten. De overbelasting op ons ziekenhuis baart ons ernstige zorgen en wordt vaak door derden gekenmerkt als overconsumptie, terwijl er sprake is van een verhoogde ziektelast en te snelle doorverwijzingen van de eerste lijn en overige instellingen naar het Academisch Ziekenhuis. Ik kan u verzekeren dat het team van AZP dag en nacht werkt om de patiënten te diensten te staan binnen de beschikbare mogelijkheden. Het Academisch Ziekenhuis is niet slechts het grootste ziekenhuis in Suriname, maar tevens het referentieziekenhuis. Het enige ziekenhuis die topklinische zorg kan aanbieden in een multidisciplinaire setting. Wij sturen geen patiënten naar een andere instelling. Wij zijn verantwoordelijk voor 60% van die totale ziekenhuiszorg en 90% voor de landelijke, intensieve, complexe zorg. Het Academisch Ziekenhuis is het vlaggenschip van die tweede en derde lijn zorg met diverse maatschappelijke functies en vervult elke dag een immense taak om te voldoen aan het leveren van kwaliteitszorg. Maar we kunnen geen kwaliteit garanderen als wij beneden de kostprijs diensten moeten verlenen of onvoldoende en te laat worden uitbetaald. Een ziekenhuis gaat, zoals u weet, door een moeilijke periode en staat meer dan ooit voor grote uitdagingen. Desondanks blijven wij ons concentreren op verbetering van de zorg en zullen blijven investeren in training van personeel, in nieuwe faciliteiten en technologie. Maar waarom is vandaag zo bijzonder? Vandaag wordt het startsein gegeven voor nieuwbouw en rehabilitatie van de West Wing. De afdelingen die nieuw en modern worden opgezet zijn angiokamer voor de hartinterventies, dagbehandelunit oncologie. Onze niersteenvergruisafdeling wordt ook nieuw opgezet. Onze verloskraamafdeling die momenteel op het militair hospitaal staat, komt terug naar het complex. Echt wel na een aantal jaren terug. En het is echt een must om onze verloskamer dicht bij huis te hebben. Maar ook de afdeling voor infectieziekten die komt nieuw terug. Het lab gaat een volledige facelift ondergaan, maar ook afdelingen zoals fysiotherapie en andere. Dit project is onderdeel van het Health Strengthening Program Fase 2, die nu in uitvoering is onder supervisie van het ministerie van Volksgezondheid. De huidige faciliteiten van de genoemde afdelingen, dat heeft u ook al gezien en gemerkt bij de presentatie van de architect, dat ze dus niet meer voldoen aan de hedendaagse gestelde eisen, technologie en zorgomgeving. Maar vandaag is ook een bijzondere mijlpaal voor onze OK-team. Onder leiding van anesthesioloog César Fungafouk, zuster Sheila Wittenberre en onze operation manager Shakita Heijen. Zij hebben de afgelopen jaren met kunst en vliegwerk de OK draaiende gehouden. Deze afdeling zal met de opening een volledige transformatie ondergaan en voldoet nu aan internationale standaarden.
Onze operatiekamercomplex vervult landelijk een onmisbare rol voor spoed- en complexe operaties. U moet dan denken aan patiënten die binnen worden gebracht via de SIH, schotverwondingen, de trauma's, acute appendicitis, maar ook de hersenbloedingen die natuurlijk operabel zijn. En zo kan ik nog een aantal operaties voor u noemen. In geen enkel ander ziekenhuis vinden deze operaties plaats. Na spoed en geplande operaties is onze OK-team ook verantwoordelijk voor het faciliteren van topklinische operaties en chirurgische missies uit het buitenland. Ik moet even een uitstapje doen. De COVID-pandemie is als een tsunami over ons heen gekomen en heeft heel veel schade aangericht. Ook onze OK-team heeft het moeten ontgelden. Voor de COVID-pandemie draaide onze OK op full capacity, dus alle 6 kamers, en deden wij gemiddeld meer dan 10.000 operaties op jaarbasis. Tijdens de COVID-periode 2020-2021 hebben wij nog geen 5.000 operaties uitgevoerd en heeft deze afdeling zwaar verlies geleden. Maar belangrijker nog, de wachtlijsten voor de operaties zijn ook toegenomen. We zijn van full capacity OK 6 kamers teruggevallen naar 3 kamers, vervolgens naar 4, met alle gevolgen van dien. Momenteel is het OK-team samen met de snijders bezig de wachtlijsten weg te werken. En gelooft u me, het is geen makkelijke opgave. Maar niet slechts COVID heeft zijn weerslag gehad. Ook de pijnlijke brain drain heeft ons lam geslagen, met daarbovenop ook nog de tekorten die van tijd tot tijd de boventoon voeren. Dr. Fungafoek heeft het al gezegd. Een operatiecomplex is de meest complexe afdeling van een ziekenhuis. Niet slechts apparatuur en verbruiksartikelen zijn van belang, maar ook het hebben van gespecialiseerd personeel. Om die reden hebben wij in 2019 de OK-opleiding hervat, de tweede cohort in 2022 met 23 studenten en de derde cohort in 2023 met 30 studenten. En zijn wij tevens een samenwerking aangegaan met het Nederlandse Instituut voor Competent Gericht Opleiden van OK-assistenten, zodat wij al in een vroeg stadium de studenten op de werkvloer hebben. Let wel, de opleiding is op hbo-niveau en duurt 3,5 tot 4 jaar. De kosten voor competent gericht opleiden per cohort is tussen de 80.000 en 100.000 euro. We hebben het reeds besproken met de minister. En de minister heeft toegezegd dat hij de kosten zal overnemen op de begroting van 2024. Ik moet erbij vermelden dat het academisch ziekenhuis momenteel 8 gespecialiseerde opleidingen draait. Met een totaal aantal leerlingen van 240 die ook nog al een stipendium krijgen. Werken op een OK is geen zittend werk. Vanwege het tekort aan personeel maakt het team dagelijks lange uren. Ze worden haast elke dag opgeroepen voor spoedoperaties in de middag, maar ook in de nacht. U laat uw gezin achter. U kunt nauwelijks of geen verlof opnemen. We erkennen de frustraties. We weten wat u doorstaat. Desondanks bent u er elke dag weer voor die Surinaamse samenleving. Het is goed om verder aan te geven dat het ziekenhuis zich nog steeds bevindt in het transformatieproces. Onze huisarchitect heeft al enkele projecten genoemd die wij ook al in 2024 zullen opleveren. Maar ook andere projecten die nog belangrijk zijn, wil ik ook nog belichten. De Islamic Development Bank heeft nu in uitvoering een feasibility study voor het bouwen van een nieuw hospital, parkeergarage, maar belangrijker nog, onze grootste droom, het faciliteren van een modern kinderziekenhuis op het complex. We hebben de draaftekening al gezien en het geeft hoop. Binnenkort gaan we ook het plan presenteren aan de regering. Laatstens de restant verdragsmiddelen is er 2,4 miljoen euro toegekend aan het academisch ziekenhuis voor aanschaf van medisch apparatuur voor diverse afdelingen. Verder hebben wij voor optimalisering van onze dienstverlening het project digitaliseren van de zorg met een kostenraming van ruim 4 miljoen euro. Wij willen dienstverlening verbeteren. En dat kan je alleen als je verder digitaliseert door een goed afsprakensysteem. De patiënt kan op een gegeven moment zelfstandig volgen wat er gegeven moment aan diagnostiek rondom de patiënt heeft plaatsgevonden.